was Bron nu opgezadeld en ben even lekker aan het instappen. Bas is inmiddels ook klaar met Steef en nu ben ik aan de beurt. Ja, hoe gaat het op het moment en waar wil je aan werken? Het gaat op zich best goed. Ik heb nu dat ik wat meer aan ontspanning werk en dat we dat nu steeds weer wat meer gaan oppakken richting de regio weer. En dan ga ik de regio L1 starten. Wat zijn nou? L1. L1, ja. We zijn nu vooral bezig met het wijken, nou ja, ontspanning. Oké. Dat je je been wat langer houdt, dus minder drijft ook. Alleen als het nodig is dat je dan een keertje been geeft, maar dat je dan bewust ook je been weer lang maakt. Je hak wat van Blondie afhoudt. Want hij stapt ook eigenlijk hard genoeg, hè. Hoeft niet harder. Want rij is van H tot E voor jouw arbeidsstap. En dus jouw arbeidsstap, zeg maar, qua paslengte, is al eigenlijk een beetje zijn middenstap. Zo ruim stapt hij. Stapt hij al 2 voeten over bijna. Dus je kan jouw arbeidsstap, kan je ietsje meer, de gewone stap, kan je ietsje meer terughouden, zeg maar. En dan hoef je ook minder bezig met steeds been. Dan gaat hij eigenlijk wat te groot en te snel stappen. Dus eigenlijk moet je hem juist iets meer verzamelen in de arbeidsstap. Kan nog ietsje rustiger. Ietsje rustiger de stap. Zo ja. Dit is eigenlijk zijn arbeidsstap. En draaf maar weer aan. Ja, mooi. Mooie overgang. Nou, laat zomaar zien. C afwenden. Wijken naar K. En dan 5 meter. Dus richting K en dan 5 meter en dan rechtuit. En weer recht. Moest dat volgen, doe nog een keertje en dan probeer je iets meer bij de inzet van je wijken, heel simpel gezegd, een beetje naar rechts te sturen. Dus met je rechter teugel een beetje naar rechts te openen van de hals af. Zodat je hem iets meer naar rechts toe leidt. En dan je linkerbeen, zet hem opzij daar naartoe. Een beetje naar rechts sturen, daar. Kijk, en rechtuit. Dan ging hij al veel meer opzij ja. En boog hij meer in het lijf. Nou, en dan kantelt hij een heel klein beetje, maar dat komt zo. Dat je eerst goed voelt van, oh ja, ik moet hem niet alleen mijn linkerbeen drukken, maar ik moet hem ook echt een beetje naar rechts begeleiden, een beetje naar rechts sturen. Dat deed je net dus heel goed. Nou, nog een keer bij C, dan iets eerder beginnen met naar rechts sturen. En eigenlijk hoe meer je de schouder naar rechts kan sturen, hoe meer binnenbeen je ook kan geven. Dan gaat hij meer opzij en wordt het mooi vloeiend. Heel even recht en dan een beetje naar rechts sturen en je been erbij. Precies, precies, precies. Dat is dat laatste stuk, dat is heel goed. Even van hand veranderen. Draaf maar weer aan. Kijk waar je naar je toe rijdt. Dan zie je de lijnen voor je waarover je rijdt. Nou, dan met je linkerteugel een klein beetje naar links. Zo ja. Hier ook iets meer. Precies. En dan galoppeer je zo tussen C en H aan. Grote volte, dan op de volte weer naar draf. Even stof eruit briezen. En blijf hem weer een beetje dus echt naar links toe rijden. Naar links toe begeleiden met je linkerhand. Dat hij niet van je, ja goed zo, van je linkerhand aftrekt. Zo, stelling meer links. Goed. En hoe slag volgen? Doe je nog een keertje bij H aangaloperen. Tussen C en H. Hij reageerde wel mooi direct, maar het was nog een klein beetje onstuimig. Kijken of het iets vloeiender wil. Lijf iets naar links.
rijden. Een grote volte. En weer naar draf. Dan moet je eigenlijk voelen dat je hem een net 1, 2 drafpasjes een soort naar voren rijdt. Dat hij naar je bit toe gaat. En dan neem je hem mee in galop. Dus dat je iets de overgang uitsmeert. Snap je wat ik bedoel? Ja. En nog een keertje hier. In de hoek weer? Ja, hier in de volte doen we. Ja. En dan dus ook tijdens die overgang weer een beetje die stelling links blijven vragen. Die niet van je linkerhand af opspant. Beter. En weer naar draf. Hou naar links toe gericht zoals je hem nu hebt. Dit is heel goed. En ook in die overgang. Niet hem laten, maar blijf twee teugels contact en hem een beetje naar links buigen. En dan nog een keertje naar galop. Goed, en deze bui, ja, beter, beter. Goed zo. En stuur hem nog iets meer naar links toe, totdat dit los kan op je linkerhand. Zo. Goed. Want dat zijn eigenlijk dan ook nog de dingetjes waar je winst kan halen. Hè? Ook voor zo'n proefje, hoe mooi die overgang gaat. Dat dat wat vloeiender gaat. Reis voorwaarts in draf, zonder galop. Ja, en dan dat tikje wat hij geeft tegen linker teugel, moet je er een beetje uitpoetsen door net wat de buiging te houden. En om ontspannen te maken. Dus na die buiging, als hij die volgt, geef je binnenhand iets. Zo, en weer voorwaarts. Goed. Ja, kijk, nou komt hij over de rug voorwaarts. Naar links blijven rijden. Zo, en nou met dat gevoel ook naar die galop. Dus doe er langer over dat aangaloperen. Zodat je het voor hetzelfde kan houden. De spanning voor weg kan poetsen. En hoefslag volgen. Klein beetje vooruit galopperen. Goed zo. Goed hoor. Het is weer beter geworden je galop. De aanleuning in de galop met name. Goed. Dan zo grote volte. En dan tussen B en E naar draf. Maar daar ook weer... doe maar hier. Maar daar ook de tijd voor nemen. Niet erin laten ploffen. Langzaamaan terug. Naar gevelijk houden. Voelen dat je contact houdt. Dat de stelling houdt. En dat hij dan daarmee die overgang naar draf maakt. Voel je dat hij dat niet doet, maak je de overgang niet. Dus hij moet gewoon voor precies hetzelfde blijven. Balans houden. Goed. Linkerstelling. En weer naar galop. Ja. Dit was eigenlijk je beste overgang. Dan bolde die zich niet zo erg op. Ging die gewoon wat mooier recht toe. Recht aan naar het bit, naar galop. Mooi. Hoefslag volgen. En tussen A en F naar draf. En in die overgang naar draf ietsje meer nog contact houden. Zo ja. Dat is ook al beter. Goed. Dat is mooi nou. Even hand veranderen. Dat is leuk, want nou is die ietsje opener in de hoofd-halsverbinding. Ietsje hem zo meer voor de loodlijn nu, maar met goede aanleuning. Dus dat is super. Nee. Heel goed. Heel goed dit. Dit is goede hoofdhalshouding voor hem nou. Grote volte bij C. En dan doe je weer een paar keer op die volte. Oh. Ik denk, ze heeft het tegen mij. Dan doe je op die volte weer een paar keer voorwaarts schakelen met het contact op die rechte teugel en dat hij daar nagevelijk blijft. Precies. En dan buig je weer wat rechts. Zo ja. En dan doe je weer opnieuw. Oh ja. Buig. Goed. En dan, ja, precies. En dan naar galop. Met datzelfde gevoel. Ja. Goed.
Dan is het minder verkrampt, die galopovergang. Voel je dat ook? Ja. Mooi. Hopper. Deze kant ook even briesen. Rechter neusgat was nog niet schoon. En als hij eruit gebriest is, dan weer een ietsje meer stelling naar rechts. En je rechterbeen ietsje aan, dat hij iets meer om je rechterbeen heen buigt in de galop. Zo ja, dit is helemaal goed. Dit is precies genoeg, mooi. Dit. En hier weer iets. Goed. Goed. Super. Hoefslag volgen. Kan wel toch, ja. Ja. En in de hoeken ook naar rechts blijven rijden. Niet te recht houden in die hoeken. Oh. Oh, wissel. Terug naar draf. Oh. Even controle weer. Goed zo. Voltertje in. Ja, mooi. Hou zo mooi gebogen je rechterbeen. Dit is heel goed. Heel goed. Super. Een keertje voorwaarts met deze buiging. Hey. Wat? Heel goed. Als de ruiter precies dat heeft voor elkaar wat ik wil zien op dat moment, dan is dat altijd heel goed. Ja, maar... Even van been wisselen. Maar betekent dat dan ook dat het goed is in de zin van dit is ook de rest van de wereld gezien? Of is het goed in de zin van dit is ook dat... Ja, dit is op dat moment dan waar ik mee bezig ben. Hè? Want als ik de buiging dus goed wil zien en ze doet precies dat wat nodig is, ja, heel goed. Kan het bijvoorbeeld best zijn dat ze weer naar beneden kijkt. Dus dan niet alles heel goed hoeft te zijn, maar wel dat stuk. En dan dat stuk buiging is natuurlijk hoe je het überhaupt wil hebben, zeg maar. Ja. En dat is wel een goede vraag. Dat vragen mensen wel eens van, ja, als jij super zegt, je zegt best vaak super. Vind je nou alles super? Nee, maar dat is het stuk waar we mee bezig zijn. Ja. En de ruiter moet on the spot feedback hebben van, ja, zoals nu ook. Wat hij nu doet is heel goed. Dat, nu even niet, nu weer wel. Buigt hij heel goed of er komt met een aanleun. Dus als de ruiter het feedback hebt van, ja, dit is super. Oh, nou weer even niet, ja, nou ja, goed, weet je. Ja. Want dat je het gevoel gaat koppelen aan, nou ja, hoe het moet zijn. Oké, weer naar galop zo. Dat was weer ietsje onrustiger, hè? Ja. Eens kijken naar draf nog een keertje. En dat is ook weer dat hij dan iets weer van die rechte teugel af gaat, zeg maar. Dus je moet hem proberen in die overgang ook weer iets meer naar rechts toe te stellen. Dat hij daar in een mooi loslaat. Precies, dat hij die hals ontspannen kan houden in het aangaloperen. En als hij dat dan doet... Even kijken of hij dat doet. Nog een keertje. Ja, het is wel mooi. Nou kon die voor, zeg maar, gaf je minder ruimte om aan te spannen. Dus moest die meer zijn onderrugflex eigenlijk, achterhand eronder. En toen dacht hij daarvan, spring maar omhoog. Oké, nog een keertje. Ja. Nou, en dan zeg ik nu weer super. Dit was beter. En wat we willen, dat gebeurt dan wat. Ietsje weer om je binnenbeen buigen. Ja, goed. En hoefslag volgen. En dan goed, hoefslag volgen recht uit. Maar je houdt hem toch heel lichtjes iets meer aan je rechter teugel. Heel licht gesteld. En ook vooral net voor die hoek. Dat je niet in de hoek begint met stellen. Maar dat hij net voor de hoek eigenlijk al klaar is ermee. Dat je daar met je hand wat rechte stelling hebt. En dan kan je in de hoek op je binnenbeen de ribben buigen. Ja, dat is super. Dus doe die stapjes. Voor de hoek stelling, voor, in de hoek, binnenbeen, buiging in de ribben. Goed zo. En een grote volte. Weer buigen en testen of je binnenhand helemaal los kan laten. Ja, precies. Super. En goed. Goed. En naar draf met dit. Zo dat je hem los kan houden op rechts.
En dat hij zo een beetje naar beneden toe blijft ontspannen. Goed. Ja, beter dan net al. Mooi. Een stap. Goed. Middenstap. Kijk, dat is wel heel mooi bewust nu. Ja. Super. Ja, daarom. Heel goed. Lange teugel, beloon. Ja, en behalve dat je bewust wordt van rij ik arbeidsstap, rij ik middenstap, verzamelde stap straks ook. Kan je natuurlijk ook in je proefje veel meer het verschil laten zien. Als jij van een echte arbeidsstap naar middenstap gaat, ja, dan zie je een mega verschil. Dan kan heel ruim stappen. Maar als je arbeidsstap al middenstap is, ja, dan zie je nauwelijks verschil. En dan heb je altijd minder, weet je, 100% zeker minder punten. Dat als je echt vanuit de arbeidsstap komt, je ziet echt je paard verlengen en verlengen in de pas. Ja, dan krijg je veel hoger cijfer. Maar het gaat er vooral natuurlijk om dat je snapt wat je doet en bewust de stap kiest. En zoals Daan thuis zegt, nou, ga maar naar stap. Dan moet jij zeggen, welke stap? Stap is dan eigenlijk geen opdracht. Een beetje flauw. Zeggen we ook niet als we naar draf of galop gaan. Maar eigenlijk zou het wel moeten. Galoppeer maar aan. Ja, welke arbeid verzameld midden. Engels, hè? Dat je meer canter of gallop is natuurlijk. Ja, gallop is wel echt de rengalop. En canter is de drietakt galop. Maar dan heb je alsnog collected, extended, ordinary, working. Ordinary. Ja, dit is ordinary. Ja, gewoon wat hij van zichzelf stapt. Ja. Maar goed, het bewust stappen van die arbeidsstap, dat brengt ook al in je training veel meer verzameling. Dus als je straks echt wil gaan verzamelen, scheelt het al heel veel als je goed arbeidsstap vraagt, zeg maar. Dat is eigenlijk al een lichte vorm voor een paard van echt verzamelen. Dus, kan je daar weer wat mee? Ja, zeker. Mooi. Kan weer aan de slag. Mooi.